Nee, je moet achterover gaan liggen, echt op je rug. En dan een wijde blik en van links naar rechts kijken. En dan zie je echt wel het een en ander naar beneden komen. Ja. We are just looking on the parasites. Yeah, we are watching the stars. In a beautiful night. Yeah. It's romantic? It's very romantic, of course. We just saw one. So we hope we will see some more. She saw one, I didn't see nothing. Vallende sterren in het Noorderlicht. Ja, is het Noorderlicht ook te zien vanavond? Ja, die is heel goed te zien, maar of die hier te zien is, dat is de vraag. Ja, want waarom kom je dan hier naar het strand? Omdat wij in Amstelveen niks te zien krijgen, want er is te veel vervuiling in de lucht. Ja, te veel licht bedoel je, ja. Ja. En want hoe lang zijn jullie hier al? Vanaf een uur of kwart over 10. Ja, u heeft ze wel al gezien vanavond? Ik niet, maar mijn visite wel, ja. Ik ga dan een vallende ster bekijken. Maar ja, hij is niet te zien. Hij valt tegen. Ja. Dat wel, ja. Maar dat maakt niet uit. Het is heerlijk weer. Beter dan vanmiddag. Ja. Het is eigenlijk zou iedereen 's nachts naar het strand moeten. Ja, eigenlijk wel. Je moet dus weten hoeveel mensen er rondlopen hier deze nacht. Hoe is het huisje aan het strand? Merkt u dat het... Nee, die lampjes ziet. Ja, kunnen we langs, ja. Hey, merkt u dat het 's nachts drukker is als er vallende sterren zijn? Ja, je ziet wel meer beweging, ja. Ja. En vooral met het noorderlicht, dan zie je wel dat er wat meer mensen blijven hangen. Ja. Vindt u het leuk dat de mensen 's avonds ook nog hier rondlopen? Als het maar een beetje normale mensen zijn, dan wel, ja. Maar er spookt wel wat rond, ja. Ja. We hebben wel wat mensen weg moeten sturen, ook wat buitenlanders die tussen thuisjes rondlopen en neuzen. En, ja. Maar ja, ze willen niet vallen voor mij, dus gaat niet op. Dus u geeft zo zelf op? Of? Ja, we moeten zo naar bed toe. Dit was her idea, so you have to ask her. Yeah, I look at maybe around 4 o'clock or something like that, but I'm not sure. How long we will be here? And you gotta be mad at her if you don't see any falling stars? Absolutely not, of course not. Still, it's a really nice trip. It's a beautiful night and it's romantic. So even without the stars, it's gonna be a really nice night. Okay. Enjoy. Yeah, good. Yeah, that's how I teach him.